keihard in mijn ribben. Chinees warenhuis. Dit is van plat en dat vind ik dan wel heel leuk. Als ik een huis ga kopen. Chinese croissant. Heel vet. Into the heart of Chinatown. Meatpacking District, onwijs leuk. Rockefeller Center, Times Square. We made it to the tree. Ik vind dit zo'n toffe trui. Dus ik loop hier nu in mijn eentje rond. Dit ziet er wel leuk uit. Grand Central Terminal. Deze vind ik er echt heel leuk uitzien. Caramel Chocolate Cheesecake Truffle. Ik vind deze chills, maar er was maar één van. $13 en dan nu de helft. Schattig! Vandaag stond de verwarming in de kamer niet aan, dus werd ik wel wat minder vermoeid wakker, maar ik werd echt weer elke uur wakker. Ik merk dat gewoon de vermoeidheid. Ik ben ook aan het editen en ik zie gewoon hoe moe ik was, dus dat komt er gewoon uit. Ik ben vandaag heel gaar. Ik wilde vanochtend even rustig aandoen, ik heb een beetje gewerkt, viel half in slaap. Nu ga ik mezelf even herpakken, ik ga me zo met mijn tante wat doen. Ik had even zin in een snack en iets van suiker, dus ik heb deze opengemaakt. Het zijn echt meer zoete koekjes met pindakaas, het is wel echt lekker voor een keer. Niet dat ik dit altijd zou willen eten. Ik ga even wat aantrekken. Mijn make-up even goed doen en energie krijgen. Hallo. Wij zitten in de metro. Net zat er iemand naast me. Ik weet niet of het een man of een vrouw was. Die was zo geïrriteerd dat ik hier ging zitten dat diegene met de elleboog in mijn zij ging poeren. Gewoon keihard in mijn ribben. Maar ik denk dan van ja, hallo, dat ga je echt niet doen. Dus ik bleef zitten, maar het deed zoveel pijn. Dat ik toen wel even naar voren ging, maar die persoon is nu eindelijk weg. Ik heb weer koffie. Ik zei net tegen Wesley, ik vind dat echt belachelijk duur. Maar als ik, ja, als ik in de stad of zo ben, dan mag het vanzelf. En ik heb het nodig. En we gaan nu naar de Village. En daar krijg je een beetje een Europa gevoel. Dat vindt Angelique leuk natuurlijk. En dat wil ik graag zien. Dus tot ziens. Ik vind het echt top. Met niks, weet je wel. Ja, hij is wel goed hoor. Hij is heel goed. Deze? Oh. En nu bij Pearl River. En dat is een Chinees warenhuis. Wat ze ook hier hebben bij Chelsea Market. En dit vind ik dus super leuk. Alleen er zijn nergens prijzen bij. Wat vond dit? Sweet matcha green tea. Dat soort dingen vind ik echt super vet. Oh, hier staat dan wel ineens een prijs op. Kijk. Want dit is niet... Vaak heb je al die dingen in Nederland ook wel. Maar dit zijn wel echt andere dingen. Zoals dit pumpkin setje. Ik heb vaak wel gekocht. Dat wil ik weten. Dit ziet er wel gewoon super cool uit allemaal. Al deze snoepjes. Dit is wel echt raar snoep, zeg maar. Oké, het is €7,50. Het is wel een beetje duur. Wel heel leuk, maar wel duur. Kijk, dat snap ik echt wel niet. Dat ze hier €12,50 vragen voor een squishy die op AliExpress echt $2 kost. Ik snap dat niet. Het is voor kinderen wel echt geweldig wat je hier allemaal hebt. Wat is dit allemaal? Kijk, dit ook. Super leuk. Dit soort stickertjes. Vroeger zou ik het echt hebben gekocht. Oh, dit vind ik dus echt geweldig. Dat kan... Ik kan er niks aan doen. Ja, ik vind dat zo schattig. Een kat die sushi eet. Ik snap het zelf ook niet hoor. Ja, ik ben wel benieuwd naar Chinatown dan. Hè? Chinatown. Wat is dat? Ja, daar wil ik wel naartoe. Van deze haarband. Ik vind het super leuk. Hij is 40% korting en hij is normaal 20. Helemaal leuk. Hij staat best wel goed bij de front van mijn hoofd. Een hele leuke shampoo, namelijk deze. Dat is echt iets voor mij. Hij kost nu 40 en dan gaat daar nog 40% van af. Ik vind het wel waard, want dit is echt een Charlotte Shell. We zijn bij Anthropology. Kijk, ik vind het wel een beetje Blair Wilder vibe zo. Er is een bun hier, maar dit is wel plat en dat vind ik dan wel heel leuk. Dus deze ga ik nemen. Nee, dat is gewoon echt minder. Nee, die andere is mooi. Die ene staat echt goed, maar ik weet niet, ik vind hem dus niet super leuk, maar op mijn hoofd vind ik hem wel super leuk. Ja, die ook. Ja, echt heel mooi. Die neem ik. Ik ben dus echt smoor verliefd geworden op deze onderzetters. Deze is echt helemaal mij. En deze vind ik eigenlijk mooier. Dit is super mooi in mijn huis. Maar dat kost dan dus $14. Dan denk ik, ja. Leuk en aardig, maar het is zo duur. Maar stel, je hebt er gewoon twee of zo. Ik weet het niet. Dit is wel iets wat er nog in mijn hoofd blijft zitten. Maar ik weet ook niet of dit heel Amerikaans is. Of dat je het ook gewoon in Nederland hebt, Anthropology. Mijn tante wilde hier graag heen, maar... Dit is toch... Ik vind die groen. Ik wil dus later echt heel graag, denk ik, groen op mijn muur. Als ik een huis ga kopen. Met gouden details. Ik vind het zo mooi.
Dit vind ik echt prachtig. Maar ik denk dat ik het niet ga nemen. Dit is echt een Charlotte sjaal. Mijn tante zegt net, je zit helemaal onder de pluis. Ik heb hem letterlijk 10 seconden omgehad. Dus het is niet echt een goede sjaal qua dat. Kijk hoe leuk ik er nu uitziet. Als je nu dan kijkt met die oorbellen, die sjaal. Ja, super fashionable. Dus ik wil hem denk ik wel, want niet elke jas is gevoelig voor pluis. Dus ja, dit vind ik wel echt super leuk. Misschien kan ik wel een Instagram foto maken vandaag. Ik heb hele saaie kleren mee, maar door die oorbellen en dit zie ik er wel weer hip uit. Toch? Dat is echt leuk. Ik heb helemaal geen leuke dingen. Maar ik meteen met dit erbij, alsof ik echt gesteld ben. Zou dat echt niet ben. Leuk. Ik vind hem ook heel leuk. Ik heb er 2 moeten komen. Waarom? Oh, ja. Yeah. Hij is echt goed. Maar niet bij iedereen, denk ik. Sommigen staan er misschien kinderachtig, maar hij matcht goed met mijn haarkleur. Kan ik het wel brengen? Ja, ze gaan mijn naam roepen. Charlotte. Mushroom toast en chickpea salad gaan we delen. En ik heb niks, ik heb geen dorst. Hoe zit hij hier? Rockefeller. We zijn gewoon lekker eigenlijk steeds spontaan aan het beslissen wat we gaan doen. Het is best wel relaxed. En we gingen dus, Angelique zei, wat is dit? Ze was benieuwd. NH Hotel New York of zoiets. En we zijn gewoon binnengelopen. Ik heb op Instagram de lift gefilmd. Het is ziek mooi. Nu hierboven is het een soort van super mooie, echt gewoon perfect voor een date. Lounge restaurant. En hier heb je een heel dakterras. Dit is ook leuk met sunset. Ja, dit is prachtig. Dat zie je dan zo over New Jersey. Welk water is het nou? Dat is de Hudson. Oh ja, de Hudson. En daar gaat de zon onder. Hier heb je een lichte skyline. Bij jouw schoonouders was het nog mooier, maar super vet hier. Maar je kunt hier dus al die hotels gewoon in proberen te lopen. En dan zie je echt super mooie dingen. Nee. Oh, hier is ook een bar. Zie je? Leuk, joh. Oh, wauw. Elke verdieping heeft gewoon zijn eigen bar. Heel vet. Er komen mensen in. Echt gaaf. Super vet. Dit is echt een heel leuk gedeelte. En is dat niet waar de lights voor? Wel dat hard. Oh, oké. Okay. Nice. Thank you. Well, just to get attention to show them off. Klaar. Nou, vet. Yeah. Ik vind dus, wat ik tot nu toe heb gezien, vind ik s'avonds Meatpacking District onwijs leuk. Want je moet even op Instagram kijken, daar plaats ik zeg maar steeds wat kortere filmpjes. Dat doe ik niet in mijn vlog, dat is toch een beetje onhandig en zo. Maar hier is zoveel sfeer. We hebben echt de leukste restaurantjes, kroegjes, rooftops. Van alles. Echt wat heel leuk is om met een date naartoe te gaan of zo. Gewoon echt. Ja, heel goede vibe. Druk, heel leuk. Meatpacking District. Echt top. En de Village zit hiernaast ook heel erg leuk. Maar dit is wat meer voor de avond. En ook hele leuke winkels en zo. Het is echt super. Voilà. Ik heb vet veel honger, dus ik ga nu bij zo'n. Dat wil ik altijd al doen eigenlijk. Ja, en het Tahin saus. Ik ga nu hier. Oh, lekker. Het ziet er best wel goed uit hoor. Falafel eten. Want daar heb ik echt zin in. Het is nu 6 uur. We hebben ons programma gewoon een beetje spontaan. Ja, wel goed. Dan heb ik dus een goed ritme. Ja. We zitten gewoon een beetje te doen waar we zin in hebben. Oh, lekker joh. Oh, het ziet er super lekker uit. Spicy? No thanks. Eat now. Maybe a little bit spicy. But little. Eat now or to go? Eat now, yeah. Oh, it looks so good. Ja, je maakt hem fresh. Nice. Lekker, ik vind dat wel leuk bij zo'n kraampje. Wat halen. Thank you. Ja, dat vind ik. Oh, dit is toch lekker? Kijk dan. Oh. Ja, jongens, dit is echt New York. Wat ik bedoel. Dus dat is Rockefeller Center, Times Square en. Rockefeller Center? Ja. Ja, dit is Rockefeller, Times Square. En waar was ik gisteren nou? Herald Square. Dat zijn echt wel de wow plaatsen. Qua
dit drukke winkels. Vind ik vreselijk, hè? Ja, het is echt wel toeristische drukke. Dat zijn die drie wel. Ja, wat ik dus leuk vind. Niet voor altijd, maar wel als ik hier ben. Wow. Het is een spectaculair ding qua luxe. Ja, wow, wow, wow. Dit is echt New York. Dit is echt impressive. Kijk, we hebben het. Oh, we made it to the tree. En welk land heeft dit gegeven? Een Scandinavisch land. Zweden of Noorwegen. Als dank voor de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, schenken ze deze boom. Oh, het schaatsen is hier. Wow. Weer bij dezelfde winkel, Anthropology. Ik vind dit zo'n toffe trui. Hij is 85 en dan nu met 40% korting. Voor mezelf? Nee. Oh nee, daar hou ik niet van. Maar ja, hij is net kort. Ik vind hem echt super leuk. Die kleur. Ik wil dit, maar ja, dan kost het 50 euro. Het valt nog wel mee eigenlijk. Ik zit echt te twijfelen. Ik vind hem heel leuk. Nou, ik weet het niet. Oké, bovenaan, nou, echt in de top 5 van mijn lijstje wat ik wilde doen, staat Bath & Body Works. Als je niks naar huis had, is al 8 uur. En ik zei, ja, ik ga gewoon naar Bath & Body Works, want het was een kwartier lopen. Het is bij Grand Central Station. Dan ga ik daar nog even kijken en de dingen pakken. En dan ben ik helemaal blij. Dus ik loop hier nu in mijn eentje rond. En ik zal jullie even wat laten zien. Dit vind ik dus echt geweldig, maar ik kan die grote eigenlijk niet meenemen. Dit is maar 10,50. Maar het is zo zwaar. Dus ik ga even bij die kleintjes kijken, maar ik ben er echt pas net. Oh mijn god, kijk dit. Ik moet echt even goed gaan kijken, mijn koffer zit echt al vol. Maar dit is wel iets wat ik heel graag wil. Waar ik echt ruimte voor wil maken. Dit vind ik ook fantastisch. Oh, dit is zo geweldig. Kijk dan. Oh my god, dit ruikt zo lekker. Oh my god, ik moet dit. Dit moet ik hebben, maar dit is gewoon te zwaar. Oké, ik moet echt die minis gaan zoeken. Het is in verhouding vet duur. Maar dan kan je er wel meer kopen. Lastig dit? Deze zien er ook minder leuk uit, vind ik. Oh, dat is echt moeilijk. Of ik kies meerdere, of ik ga gewoon voor drie hele lekkere. Wat zouden jullie doen? Dit ziet er wel leuk uit. Ziet er super tof uit. Oh, en het is weekend. Maar toch, kijk, 7,20. Dat is gewoon zoveel duurder. Bijna tegenover, het is trouwens nu 9 uur 's avonds. Bath & Body Works. Ik heb kleine kaarsen gekocht, want grote zijn gewoon te zwaar. Ik heb één zware. Zit dus Grand Central. Dus ik ging even kijken, maar kijk even hoe mooi het is. Het moet bij de metro zijn, maar ik dacht ik ga eens nog even kijken. Het is echt enorm, zeg maar. Het is echt huge. Grand Central Terminal. Ik ben altijd bang dat er een aanslag komt of zo, maar oké. Vet, hè? Je kunt hier gewoon zeg maar trouwen, zo mooi. Het is 42nd en ik moet naar 77. Met de 6. Naar 77 en dan moet ik 7 minuutjes lopen. Het is zo leuk om het in eentje te doen, want het is eigenlijk allemaal super makkelijk. En als je alleen bent, dan moet je het wel zelf doen, weet je. Vet, hè, hier? En ik heb nu dus al super veel gedaan van wat ik wilde doen. Ik ben zelfs op een Bath & Body Works geweest. Ik ben echt zo. Ik moet naar Times Square. Nou ja, er zijn nog wel dingen die ik wil zien, maar ik ben hier nog vet lang. Het is pas vrijdag en dan gaat het zondagavond weg. Dus... Oh, volgende week vlog is weer New York. Ik ben nu trouwens helemaal kapot, maar ik vond het gewoon leuk om nog hier naar huis te gaan. Dan slaap ik misschien ook beter. Hoop ik. Thuis ben ik langs de supermarkt gegaan. Ik heb super veel honger, maar hoe heet het hier? Iets met ik reed nog wat. Blauwe letters. Ik heb echt zin in een appel. Super duur hier. Olijven. Dat kost echt 4 euro of zo. Deze twee waters lijken me wel lekker. Ik had die ook bij die schoonouders. Had ik een ander. Dit is ginger peach. En dit is pink lady apple en lemon. Want ik drink het water hier ook niet. Dus dat is wel chill. Maar kijk. Ik heb eindelijk pop-tarts gespoeld. Ik ga het niet halen. Want het is niet lekker. Ik vind het super duur. Maar deze vind ik er echt heel leuk uitzien. Kijk. Die. Echt geweldig. Ik laat het jullie allemaal zien. Alles wat ik fantastisch vind, laat ik jullie zien. Zodat jullie er een beetje bij zijn. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Vind je het leuk, doe echt even je duimpje omhoog. Kijk, dit is gewoon gestoord duur. Super lekker lijkt me die. Oh my god. Ik vind het echt heel erg duur hier. Ik hou ook best wel van Nederland eigenlijk. Kijk, dit soort dingen.
Ja, ik vind dat wel geweldig hoor. Oh, unicorn marshmallows. Maar dit is zeg maar en die chocomel en je hebt marshmallows erbij. Ik hoop echt dat jullie het net zo leuk vinden als ik om dit te zien. En dat jullie het gevoel hebben dat je er een klein beetje bij bent door deze. Door mij. En volgens mij vinden jullie... Weet je, ik kan jullie alle hotspots laten zien. Maar daar ben ik dus al geweest. En volgens mij zijn mijn kijkers ook grotendeels heel erg geïnteresseerd in dit soort dingen. Waar ik ook geïnteresseerd in ben. Ze hebben hier veel, jongens. Ze hebben hier heel veel. Super veel zin in fruit. Oh, check deze. Sowieso is echt onbetaalbaar. Kijk. Maar zelfs die zijn hier gewoon niet goedkoper. Het is bizar. Ik snap het echt niet. Maar het is wel allemaal echt veranderd. Tegenwoordig heb je in Nederland zoveel dat ik wel minder mijn ogen uitkijk dan 6 jaar geleden, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus we gaan even deze deur openmaken. Truffles. Cold brew coffee ice cream with chocolate. Oh. Caramel chocolate cheesecake truffles. Oh my god, dit moet ik proeven. Dit moet ik proeven, maar dan moet ik het daar in de vriezer... Oh my god, maar dit is zo gestoord duur. Oh mijn god, ik zie ineens allemaal die wij niet hebben. Chocolate therapy. Pistache is ook echt heel lekker. Deze bestaat niet meer in Nederland, dit is echt de beste ever. Oh, ik vind het zo leuk dat ik dit aan het filmen ben. Chubby Hubby. Ik zal niet alles gaan voorlezen, jullie kunnen het zelf ook lezen met pindakaas erin. Wat is dit? Cherry Garcia fish. Sommige hebben wij ook gehad. Wat is dit? Health Baked Frojo. Frozen yogurt ice cream. Misschien komt dat ook wel nog naar Nederland. Everything but the Cubby Buzz Buzz Americano Dream. Oké, okay, dit is echt heel leuk. Oh. Oh my god, ik ben dus echt zo blij dat ik dit zeg maar zie. Ook omdat ik het al aan jullie kan laten zien. En omdat ik het zelf wil zien, maar ook voor jullie. Oatmeal Lace. Ik vind het hier trouwens ook totaal niet raar dat je filmt als je kind jarig is. Birthday cake. Allemaal Haagen-Dazs. White chocolate raspberry truffle ice cream. Wauw. Ja, ik ben gewoon niet zo heel erg van het ijs. Dus ik vind het nu zonde. Kijk dit. Trio layers. Macaroni and cheese. Kijk dan. Oh. Dit moet ik meenemen. Red velvet cupcake. Zo, dat kan toch niet lekker zijn? Ik moet nog wel echt even een goede cupcake gaan scoren. Glazed donuts. Wow, die zijn echt glazed. Dit is heel anders dan bij ons. Oh. 2-pack yoghurt muffins. Dit ziet er allemaal zo ontzettend lekker uit. Oh, maar ik ben heel benieuwd naar die Red Velvet. Want Red Velvet is echt mijn leven. Ik vind dit zo lekker. Wat? Dit is wel iets wat ik... Ja, deze wil ik al mijn hele leven proberen. De Oreo Red Velvet. Ik weet niet wat het kost, maar die gaat sowieso mee. Carrot cake heb ik al. Dit is de laatste. Ik wil nooit de bovenste. Oké, okay, wow. Dit gaat 100% mee. Die wil ik al zo lang proberen. Wat is dit? Mystery Oreo? Guess the flavor. Nee. Wel heel leuk. Mega stuff is echt amazing. Latte pistache. Die dunne vind ik sowieso wat minder lekker. Zoveel hebben ze er nou ook weer niet. Ze hebben ginger snaps. Oh my god, ik ben al 10 minuten aan het filmen. Dit is zo dramatisch om te editen. Bed laat, ik kom nu vast thuis. Ik moet echt naar bed. Het was echt super leuk. En hier gaat alles wat ik heb gekocht. Vet veel. En dit is al helemaal vol. Het gaat sowieso niet pas eigenlijk. Wat ik al zei, ik zie het wel. Dan was ik net bij Duane Reade. En daar kocht ik deze. Het was de ene was 6, de andere was 3. Die vond ik wel heel leuk om te proberen. Ik heb ook geen maskertje mee. En dit. En dan bij Rite Aid Pharmacy. Deze deo, die moet ik echt hebben. Maar ik dacht, ik ga wel niet te veel doen. Want op zich heb ik in Nederland ook prima deo. Maar ik was hier echt obsessed mee altijd. Dit was iets van 9 euro voor 2. En deze waren 2 voor 10. En ik vroeg steeds mensen of ze hun telefoonnummer wilden invoeren. Zodat ik hun kortingskaart kon gebruiken. Dit is heel relaxed. Want ik heb dus elke dag vaseline bij me. Die grote potten. En deze kleintjes zijn ideaal. Als ze op zijn, vul ik ze gewoon bij met mijn grote. Ik vind deze chills, maar er was maar één van. Er was dan 2+1 gratis. Die mini vaselines. Dit vond ik gewoon heel grappig. Het zijn shotjes. 2 shotglazen. En als het op is, kan je het opeten. Is het een candy cane. Dat is echt 60 cent nu of zo. Alle kerstdingen waren afgeprijsd, maar ik heb het niet gekocht. En deze candy bar weer. Taffy. Nou, kijk. Dit zijn de lege tassen. Het is best wel zwaar. Maar het is leuk als ik een shopblog maak voor de thumbnail. Maar anders neem ik die niet mee. Maar dit is zeg maar dit hele gedeelte en het kan makkelijk dicht. Ik heb gewoon echt niet zoveel spullen mee. Dus ik denk, ik heb dit, ik heb nog mijn rugzak en dit. Wat echt wel gaat lukken. Misschien moet ik die 2 flessen bij mijn tante laten staan of zo. Ik heb, dit is alle kleding die ik mee heb. Ik heb echt serieus niks mee.
Ik denk dat het wel leuk, want ik zeg, ik ben altijd optimistisch en zo niet. En dan denk ik wel een oplossing. Ik ben hier natuurlijk nog best wel lang, maar ik heb wel de belangrijkste dingen al gekocht. Oké, goedemorgen. Ik blijf moe. Ik heb een raar ritme. Het is nu ineens 2 uur. Ik ben ineens mijn ritme helemaal aan het verlaten. Ik zat om 4:30 s'nachts met H te bellen. Maar zodra ik de deur heb, merk ik er niks van. Alleen zodra ik thuis ben, voel ik echt dat ik heel vol ben. Nou, ik ga de deur uit. Ik ga dit keer even naar Times Square. Ik ga even paracetamol nemen. Hey. Je gaat straks sowieso mijn ogen zien veranderen naar dit slaperige, brakke hoofd. Waar ik nog steeds niet zoveel van begrijp. Naar energiek. Zodra je buiten bent, ben je gewoon wakker. Ik weet niet wat het is. Het is sowieso is het in New York in de appartementen best wel warm en zo. Daar word je ook wel moe van. Maar ja, ik ben gewoon nog steeds. Het is logisch. Ik heb iedereen, elke leerkracht, super moe tegen de kerstvakantie aan. Dan was ik ook nog in Düsseldorf. En dan was ik ook nog eens. Als ik die vlogs kijk, had ik dit al gezegd. Hoeveel ik naar Haag ging en hoe weinig ik heb geslapen. Komt natuurlijk allemaal uit nu. Maar ik ben blij dat zodra ik op straat ben, ik echt wel geniet. Ik ging nog even langs mijn nichtje. Zeg maar, mijn tante zit dan boven, ik zit daaronder en zij zit daaronder en dan heb je beneden de uitgang. Dus ik heb even een Advil gevraagd naar haar. En we gaan met New Year's Eve, ga ik met haar mee naar vrienden, dus dat is super leuk. En zij, we kunnen daarvoor of daarna nog even naar een bar gaan als je dat wil. Zij, ik doe maar daarvoor, want dan weet je, als ik bij haar ben, hoeft zij niet te denken van oh, we moeten nog naar een bar. En dan kan ik gewoon weggaan eventueel als ik dat wil ofzo. Ik vind het trouwens zo leuk, die haarband met mijn haar zo. Heel leuk. Ik loop nu naar de Subway, naar de 6. Zeg maar, ik moet dan zo en dan heel lang rechtdoor naar de 6, 7 minuten. Of ik kan helemaal die kant op naar de Q. Maar ik ga met de 6 naar Times Square. En daar ben ik nog niet geweest. En volgens mij is dat waar ik dus 6 jaar geleden heel dichtbij zat met ons hotel. En wat ik dus zo geweldig vond. Ik herinner me Forever 21 en dat het daar gewoon super leuk was. Dus daar ga ik nu voor het eerst heen. En ik wil ook nog naar Chinatown. Misschien ga ik dat wel vandaag doen. Je kan toch niet zo heel veel meer winkelen. Ik wil die winkels wel zien, maar het is zo stom dat je het dan niet kan kopen. Maar ja, ik neem jullie mee vandaag, want ik ben weer lekker in mijn eentje. Daar moet ik zijn. Dat is dus downtown 77. Dit is zeg maar de metro waar ik dus zit. En ik moet downtown omdat de getallen dus omlaag gaan, want ik moet naar... Oh, ik weet niet naar welk getal ik dit keer ga. Ik moet naar richting City Hall en dan Brooklyn Bridge. Maar heel veel metrohaltes hebben gewoon een getal, zeg maar, als haltenaam. Dus dat is super logisch. Dus stel je gaat downtown, nou dan zou het 58e street of zo kunnen zijn. Ik weet niet of die bestaat. Maar het is meestal 2 haltes, 1 of 2 haltes per tiental, zeg maar. Volgens mij. Dus eerst snap ik dat down en uptown niet. Maar het is heel logisch dat je naar 58 moet, dat je downtown gaat. Want het gaat omlaag, snap je? Oh, hij gaat net weg. Ik heb weer mijn legging aan. Het is chill met deze jas van mijn tante. Wow, ik moet super lang wachten. 10 minuten. Ik wilde hier wat eten, maar het is niet te vinden. Dus ik heb weer zo'n chicken grilled wrap gegeten. En ik heb nu nog wat gekocht bij Walgreens. Ik heb een paar kleine dingen gevonden voor een proefvideo. Dat is wel fijn. Deze wil ik altijd eens kopen. Ik vind het steeds te duur. Maar ik heb er zoveel behoefte aan. Het kost $5. Maar ik dacht, nu doe ik het maar een keer. Het is sowieso echt duur het leven. En dit vind ik wel heel chill. Want deze waren nu echt maar $2 of zo. En die zijn ook best wel gezond. Die ga ik nu eten. Ik heb een Red Bull, want ik wil de dag overleven. En ik heb wat dingen voor een proefvideo die klein zijn. Dus dat is wel handig. Dus ik ben benieuwd of dit lekker is. Ik vind New York niet per se een land van lekker eten. Het is gewoon veel leuke dingen om te proeven. Maar dit is wel gezond. Dit is een volkoren wrap met kip, tomaat, spinazie. Ik kan ook gewoon thuis gaan eten natuurlijk. Maar dat doe ik expres niet omdat ik dus dingen wil proeven. Dit zie ik nu. Om dit aan te kunnen moet je echt gegeten hebben. Dus vandaar. Hier zijn een soort van mensen aan het, wow, aan het optreden ofzo. Ik ben nu in Forever 21. En daar heb je dus Riley Rose. Daar had ik laatst volgens mij alleen Instagram stories gemaakt. Dus ik dacht, ik film het nu even voor jullie. Het is best wel duur, maar je hebt hier super veel merken. Ik ken dit ook allemaal niet hoor. K-Beauty. Ik moet echt blijven, want alles is 50% korting. En kijk deze mega mok. Hoe geweldig. En het is al heel goedkoop, hè. Ik vind deze gelukkig niet heel mooi, maar kijk hoe huge die is. In Nederland had ik hem sowieso meegenomen. In de M&M store. Dit is mijn order. Het gepersonaliseerde M&M's. Super duur. Maar ik dacht, dit kan toch niet in Nederland of wel? Ik dacht, dit moet ik gewoon doen, dat is leuk. Maar nu moet ik nog even daar kleuren kiezen. Ik denk dat ik... Het is voor een man, maar ik vind het mooi om die oud roze, die beige, misschien die lila. Ja. Ik vind die mannelijke kleuren niet mooi, die blauwe, groen en zo. Ik weet niet. Maar ik moet eerst hier betalen of zoiets. En dan gaat het daar allemaal erin. Kijk, die gekleurde roze kleurtjes, die zijn veel leuker. Oké, dit is mijn mix. Niet echt mannelijk, maar ik vind het zelf leuk.
En ik sta denk ik in totaal 1,5 uur hier. Straks, bizar. Thank you. Can you maybe film in there? Zo grappig zit ik super moe als ik reinig in de metro. Stap ik uit de Lexington Avenue. Tikt iemand me aan, zegt Charlotte. Ja? Verwacht je echt niet. Ik denk, oké, familie van mijn moeder of zo. Ik weet het. Zegt ze, oké, voor YouTube. Iemand die hier 4 jaar woont voor werk. En ze heeft me gevolgd sinds first dates. En dat had ik echt nooit verwacht. Want ze vond me daar heel echt. Terwijl ik mezelf erg verschrikkelijk vond. Vet grappig. Als je ergens niet verwacht dat je herkent, dan zit in New York. Dus dat is wel grappig. Ik ben naar de zonbank gelopen. You can come back here now. Ik had het echt niet hier moeten doen. Het is $30 voor 10 minuten. Het langste wat je kan is 12, maar dat is onder de allersterkste duurste bank. En die kost $37 voor 12 minuten. Maar ik moet wel, dus ik ga maar gewoon. Ik ben ook benieuwd, maar ik durf ook niet om die sterkste te gaan. Ik heb geen crème, dat is $10, dus het is echt oké. Niet een aanrader. Echt de meest verrotte bank ooit. Maar misschien werkt het niet, maar ik heb liever geen kleur dan dat ik helemaal verbrand ben straks. Hey, hallo. De zonnebank was echt super cheap en slecht. Bloedheet. Volgens mij ben ik wel bruin geworden, als het is maar 10 minuten. Ik ben met Hagen bij, maar bij hem is het echt 3 uur 's nachts. Dus ik zat vannacht om 3:30 'm 's nachts met hem te bellen. En hij nu heel laat met mij, maar goed. Dat is ook eenmalig hoor, van allebei. Ik heb dus bij Uber Eats besteld. Een pokeball, want ik wilde dat heel graag een keertje doen. Het is nu 9:15. Dit zijn dus de M&M's. Dit is dus $30, maar het ziet er wel heel erg vet uit. Deze zijn dus voor haar. Voor Everyone is er dus een zieke sale, maar ik had geen geduld om te kijken. Maar alles was 50% korting, dus ook deze setjes. En die kosten hier, het is super goedkoop daar. Die waren hier volgens mij normaal maar $4. Of 6. 6, dus nu 3. Nou, dat vond ik wel echt heel erg leuk. Dus ik heb die ken ik nog niet. Deze ken ik wel al, maar die is echt heel leuk. En deze waren nu maar $1. Dit heb ik even snel in de winkel gepast. Ja, ik vind het leuk om nu de prijs te zeggen. $13 en dan nu de helft. Een bralette, super leuk. Deze vond ik ook heel tof. Die was 18 en nu dus 9. En een soort van body. Ik vond het echt heel leuk. En deze BH, 7,50. Vond ik ook heel tof. Super leuk, deze. 1,50. Echt onwijs leuk. Deze ook. Nu $2. En deze. Nu 1,50. En dan heb ik dus fantastische sieraden. Want ik ben best wel weer een beetje... Ik merkte gisteren dat ik die hartjes zo leuk vond in mijn oor. Dat ik echt wat statement sieraden heb gehaald. Want het kost echt geen drol. Het is wel een geweldige winkel hoor. Deze waren nu 3. Hoe kan ik er 6 kosten? Echt mijn inkoop van dit soort oorbellen is echt al 10. Maar goed. Deze. 3. Deze nu 4. Zelfs voor 8 is het nog een goede prijs. Geweldig. Zo fijn mee. Deze nu 3. 2,50. Dat zijn dus gouden ringen met een detail. Fantastisch. Deze vind ik heel leuk. Die waren nu 4. En de laatste vind ik ook geweldig. Waren nu 2,50. Letterlijk in 10 minuten. Het is echt super nice. Het is wel echt duur, want hier staat $18. Maar het was uiteindelijk $23 of zo met allemaal dingen die erbij kwamen. Terwijl die bol maar 16 is. Maar het is wel echt heel erg lekker. En door die bruine rijst is het echt super gezond. Goed voor je buik. En dit is ook echt gewoon wasabi. Helemaal niet mayo of zo. Dus dat valt echt super mee. Het is wel een gezonde optie. Goedemorgen. Ik voel me zoveel beter vandaag. I haven't said something today. Yet. Oké, goedemorgen allemaal. Het is 11:45. En ik ben vandaag met mijn oom op stap. En die woont al zijn hele leven in New York. Dus toch? Your whole life. Ja, ze is mijn hele leven. Ja.
Did you understand that? Yes, I do. Oh. Ik zou dus vandaag naar de markt gaan waar Angelique, mijn tante, staat met haar kraam. Maar ik ga er eerst met mijn oom op stap en we gaan naar Chinatown en nog wat meer bekijken. En dan ga ik daarna naar haar en dan samen met haar weer terug. Dus dat is super leuk, want hij kent natuurlijk alles super goed hier. En we zijn nu, what's the name of the stop here? We're going to Mott Street. Mott Street, which is North-South Street, which will go into the heart of Chinatown. Okay. It's sort of like the Naples tradition. It's okay. Thin and well-done crust. Yeah. Oh, jongens, light. Hier kan je lekkere pizza eten. Yeah. A tip for my followers. Well, but most of the Italians are in New York, Mona Lisa. Southern Italy. Okay. So Naples, Sicily. Lower East Side, and near the Williamsburg Bridge, the Manhattan Bridge, and this was... Oh, Williamsburg, the pink one. Yeah. I've been there. Yeah, did you walk across? Yeah, the whole bridge. So this was very much of a Jewish working neighborhood for many years, the last century. Yeah. And now it's mostly Chinese. And this was... This street and another street called Mulberry Street, which is there, was the heart of Little Italy. And now there's still quite a few Italians, but mostly businesses. Yeah. There are not many Italians who are living here anymore. Okay. And Chinese have also taken over much of the area. Why is that? Because there's more... Population, one. Just more Chinese people. Oh, because they're more Chinese. Yeah. Not because the tourists are more interested. No, I don't think so. Chinese market is just a street or two up ahead. Which the one you talked about? Yeah. Okay, I'm so curious. Okay, we gaan dus naar een leuke Chinese winkel. Ik ben heel benieuwd, want... ik ben ook op zoek naar Oreos. So, I feel so simple when I say that. Okay. Like, I want Oreos. I'm looking for Oreos. We're on an Oreo hunt. Yeah. Well, I don't know if they have them there. No. Hey, there's matcha again. Maar jongens, als je dus nooit in New York bent geweest, dan denk je dat alles alleen maar hoog is. Maar hier dus, het is een beetje de village. Is it still the village? No, this is the Lower East Side. This is the Lower East Side. Okay. So we have the village, Lower East Side, Chinatown. Yeah. Okay. Chinatown is part of the Lower East Side. Okay. Maar hier is alles dus helemaal niet zo hoog. This is the same as Amsterdam. Maybe even lower. So here? Okay, great. Oh my god. Whoa. Oh, whoa. Smell you will not... Nice. Ew. This is just... Oh. It's white with black seeds. You know it? I think I know. But what will be the price of one? But in Holland, when you go to the market, you can buy this for €2, and in the supermarkets for €4. Really? Yeah. So this I don't know. Seems very expensive. Yeah. And usually here the prices aren't so good. Maybe because it's winter and it's out of season. Cucumber chips. Oh, here we dingen. Yeah, it's a lot. We have this, but then not so much. Yeah. But Oreos are American, right? They are, but they sell some stuff in there. Oh, this is nice. I love black beans. Yeah. Oh, red beans also. That's so nice. Oh, this is Kit Kat. It's really, really Chinese. There's not even a translation on it. No. Matcha, we have that. We have this too. Ik weet niet wat het allemaal is, maar dit is een... Any pan in the house? Red bean pan. Yeah. This is nice. I'm so curious. We zijn naar Taipan Bakery geweest en ik heb dus iets dat ik nog nooit in mijn leven heb gezien en ik ben zo benieuwd. Ik heb een red bean bun, een broodje met red bean erin. En ik ben heel benieuwd hoe er veel in zit. Sometimes you get like a little bit, but I think there's a lot inside. Sure. En dit kennen we allemaal wel. Een sesambal. Dit krijg je zeg maar altijd bij all you can eat restaurants. Maar kijk hoe groot die is. I have to try this. Look. I think it's 6 times bigger. Oh my god. Giant red bean ball. Whoa. Is it? Oh my god. It is red. If I eat this, I'm so full. Oh my god. Do you want to try it? No, well, I'll try it. Yeah, you can... It. Yeah. It's well, a nice paste. Mm-hmm. Oh, more. No, it's good. It's like olive oil. Yeah, it's like a stuffed olive oil. Yeah. Oh. Good.
I like it that I tried it, but I should not eat it completely. Heeft iemand dit ooit gegeten? It's so much better than the ones we have. Really? Because this is fresh, I think. Well, yeah. And they're all from the freezer. Iedereen vraagt het aan ons of we Michael Kors tassen willen kopen. Dit is de andere. Hier, mama, put something. How do you say scheur? Like... Oh, break. Yeah, tear. Break for yourself. Tear? Tear. I think the other one is better. But this is less fat, maybe. What's the yellow? Not bad. It's almost like a weird it's really croissant. Stuffed with... Yeah? Yeah, it's like a Chinese croissant. Oh! Nice. This tastes like butter. Dit is echt een tip. Als je hier bent, zou ik hier zeker heen gaan. Dus als je vegetarisch bent, so it's not like super good, but it's a good... It's good. It's good. It's good? It's very good. It's I wouldn't say it's great, but it's very yeah, good. Yeah, if you're vegetarian. The prices are really good, and if you're vegetarian... So they don't only put vegetables in it, but they try to remake the meat. Exactly. Okay. So that's here. Vegetarian Nim Sum House. Yes. Yeah. I wish I had 5 stomachs. Was that spicy? It's very spicy. And this is soy sauce? Oh, hot chili sauce. That's not hot. That's just soy sauce. Hmm. This is spicy. To the Burger King dumplings. Weet je op... At the end of Chinatown is this? Yeah, this is the edge too? This is the edge of Chinatown. And what's next to this? Lower East Side. Oh, yeah. It's very hot. Oh, is it hot? I think it's Isn't it soy sauce? No, it's not hot. It's not the soy sauce. No. It's another bottle? Yeah, I think they just put it in a different Ew. Bottle. That's so gross. But the dumplings are hot in terms of temperature. So oh. So be careful because you burn your stuff. How was it? It was $4.54? It's $10. Oh no, $5. The vegetarian... Oh, the vegetarian is duurder dan de normale. Gisteren was ik op Times Square en daar had je voor iets van $8 3 niet verse dumplings, echt van die gedroogde. En dit is super lekker, ziet het eruit. You can eat it or it's too hot. One in one time, I won't burn. Too hot. Too hot? Oh my god. Oh. It tastes healthy. Yeah, it smells like cabbage. Hmm? Cabbage. Oh yeah. Yeah. Do you like them? I like the jelly. Yeah. They're super salty. What's it? They're a bit salty, that's true. So you know maybe you don't need this. Mm. Oh, and it's kale. It's kale. Is it kale? That's bitter. It's cabbage. Oh, cabbage. It's a bit like sprouts. Yeah. I don't like sprouts. No. But it tastes super healthy, seriously. But okay, this was a $5 for tea. Yeah. It's like the meal we had with her. You're right, which actually I like. It would be nice with sour cream. Yeah. Seriously. Designed by Ephraim Marshalls. I was searching for Janky Candle, but in New York there are not so many shops, so you should really find candles in other stores. Jongens, dit kost $40. Dit is echt bij de Primera Nederland €40 of zo. Maar ja, het past gewoon niet in mijn koffer. Het kan gewoon niet. Het ruikt zo lekker. What's this? Kijk jongens, ik hoop dat jullie door mijn vlog ook meer beeld krijgen van hoe New York echt is. Want het is zo... Elk blok waar je bent, kan het ineens weer totaal anders zijn. Het is niet alleen maar wat je in de film ziet en zo. Het is zo anders overal. We zijn bij Le Pain Quotidien. Quotidien. En ik heb een iced matcha latte, maar het is zonder suiker. I started to have this, but it's with sugar, so I never buy it. This is not sweet. No, whoa. No. Okay. You wanna try? No, it's okay, not much. So you don't have to add something to it? No, and I don't like sweet. It's really milk with tea. With tea. Yeah, nice. Talks about? Oh, yeah. Oh, yeah. Kijk even hoe mooi het eruit ziet. Dit is dus van mijn tante. Ze maakt de dingen zeg maar zelf. Nou, ze koopt bestaande dingen en die pimpt ze dan op. Zoals dit is dan misschien een trui of iets. En dan zet ze er rondjes aan en dan wordt het een handwarmer. Het is echt super leuk. Maar kijk hoe vet het eruit ziet. Super georganiseerd. Ja? Ja, het is ook een beetje... Oh, je draagt het ook zelf wat goed. Ja, het ziet er heel leuk uit. Heel mooi. Echt leuk. After the holidays. Nice. Kijk, Chinatown? Die zijn allemaal ondernemende mensen. Leuk. Kijk, ik mag eens één ding uitzoeken. Kijk hoe leuk dit staat. Super vet. Ik hoop dat mensen dan nu denken, oh dit is leuk, dat ze dan ook hier gaan kijken naar de winkel. Heel leuk. Ik ben benieuwd waar ze dit van gemaakt heeft. Ik vind deze ook heel leuk. Maar ik ben bang dat ik vlekken maak met mijn make-up. Dit is mooi. Dit is een sjaal. Leuk.
het leuk. Ze maakt echt geweldige dingen. Wat vinden jullie van deze? Ik vind dit. Hij gaat achter. Ja? Ik vind zwart vaak het mooist bij mezelf. Ja, het is heel hard. Hard? Ja, het zwart is een beetje zacht. En het grijs is een beetje zacht. Ja, dat is waar. Nou, etnisch, het is een beetje Peruaans, maar dan... Wat? Dat. Oh. Maar dan... Ik vind hem cooler dan. Ik vind hem ook heel cool. Ik vind mutsen leuk omdat het mijn voorhoofd minder groot maakt. Nee, deze is mint bij mij. Bij mij is het mooi als het hier nog een soort van iets heeft. Ja. Cute. Leuk. Schattig. Ik vind het allemaal heel leuk wat je hebt. Echt heel leuk. Jammer dat de mensen het niet kunnen kopen. Nu gaan mensen sowieso vragen waar kan ik dit kopen. Als jij echt rond gaat lopen. Nee, op mijn vlog. Oh. Maar dat kan niet. Moet je naar New York? Ja, nee, het kan wel. Als ze zeggen van ik wil dat, dan kan ik het ze opsturen. Als je in Nederland bent? Nee, ik kan ze gewoon verkopen. Post gaat toch duur. Vanuit Amerika? Heel duur. Even weten welk van alles wat ik jullie laat zien jullie het leukst vinden. Ik ben echt benieuwd. Ik wil echt vaker dit soort dingen gaan dragen, want het is echt super schattig. Oké, het is 6:30. Alles is er ingepakt en ik heb niks gedaan. Daardoor ben ik nu heel moe, omdat ik niks heb gedaan. Angelique is ook moe, die is er geld aan het tellen. Zit in de cab naar huis, daar heb ik echt heel veel zin in. En het regent. Ik heb lekker gegeten bij mijn tante en oom. Het is nu 8:50, ik heb mijn haar gewassen en ik ga dit masker testen. Maar het zijn er dus twee. Had ik kunnen weten, het staat ook hieronder. Maar je hebt dus een spoon erbij. En twee maskertjes. Dus eentje bewaar ik. En dan is er nog iets bijzonders. Ja, ik dacht na de zonnebank misschien niet zo handig. Maar het is gisteren. Poriën reinigen. Dirt eruit halen. Excess oil. Maar huid is nu alleen heel droog. Dus ik heb eerst even wat olie op gedaan. Nu laat ik er eens even intrekken. Dan vraag ik me af wat het er dan uithaalt. Is dat dan die olie? Ik weet het niet. Maar het is gewoon een peel of mask met haar Exotic Tropical Fruit Fragrance. 10 amazing ingredients. 20 tot 25 minuten. Oké, ik ben benieuwd. Wow, dit is pas echt roze. Normaal als je een roze masker koopt, is het echt niet roze. Super vet. Een van mijn lastigste maskers om aan te brengen. Ik ben benieuwd of die goed is. Met dat wasje lukt het niet, met mijn vingers lukt het niet. Je krijgt het er gewoon niet uit. Het droopt helemaal zo. Echt super erg knoei. En het smeert niet heel makkelijk. Maar het ziet er wel super vet uit. Maar wel echt heel lastig. Kijk hoe fel roze. Bizar, hè? Wel echt vet, puur kleurstof, maar super cool. Ben benieuwd. Het is heel hard. Ah. Oh. Auw. Oeh, van zo'n duur merk verwacht je niet dat het net zo pijn is als een masker van de Big Bazaar. Auw. Ah. Oh. Ah, oh, super veel pijn. Auw. Oh. Oké, het voelt super lekker eronder, maar dit doet echt heel veel pijn. Oh, dit is niet leuk. Oh, hoor je dat? Mm. Oh. Mm. Volgens mij is hij wel serieus heel erg goed. Dan heb ik het idee, mijn huid voelt eronder echt... super glad en is best wel chill, want de stad is natuurlijk best wel vervuilend. Ik vind het lastig te beoordelen. Het lijkt alsof ik wel dirt zie zitten, maar ik weet het niet zeker. Oké, ik weet niet of jullie dit zien. Ik hoop het, want ik hou er altijd van als je het ziet. Maar ik zie dus echt dirt zitten. Maar het deed best wel pijn, maar volgens mij haalt het wel echt weg. Dus wel een goed masker. Dan is het de hoogste tijd om de weekvlog af te sluiten. Waarschijnlijk duurt het niet meer dan een uur. Vanwege New York. Ik zie jullie volgende week vlog weer. Volg je me dus niet op Instagram en ben je benieuwd naar New York beelden, volg me daar even. Want elke keer als ik niet heb gevlogd, maar gewoon random beelden en sfeerbeelden, een indruk van New York, dat zie je heel erg op Instagram. Dus check dat vooral. Of volg me niet, maar check even de heel veel highlights over New York. Daar zie je van alles. Krijg je echt een impressie. Want dat staat gewoon niet in mijn vlog het meeste. Volgende week ben ik hier nog super lang. Dus nog 4 dagen. Dus check vooral ook mijn volgende week vlog. En ik zie jullie op Instagram of bij een volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vindt. Zou ik heel erg leuk vinden. Ik ga lekker slapen en doei.